Mevrouw de Kok. Ik schat gisteravond zo tegen 9 uur. Rigor mortis en temperatuur wijzen in die richting. Vanmiddag heb je meer zekerheid. Wat is het voor een wapen? Oh, dat ding, dat is een museumstuk. Van een van die heren daar. Blijkbaar door iemand van hem geleend. Oh, geleend en niet teruggegeven. Het lijkt het Vaticaan wel. Ja, vingerafdruk. De TR heeft niets op het wapen gevonden. En dat kan 2 dingen betekenen. Of de dader heeft het wapen schoongeveegd. Of hij droeg handschoenen. Ja, u vergeet nog een derde optie, dokter. Wat dacht u van de onbevlekte ontvangenis? Dat is van de toren Gods gehoord verder. Ik zou hier maar een beetje op je woorden passen. Neem me niet kwalijk, dokter. Ik wist niet dat u van het houtje was. Ach, verder. Jij weet zoveel niet. Heren. Pater Constantijn, 60 jaar. De burgernaam is Evert Penning. Hij heeft namens deze kloosterorde 30 jaar een missiepost in Centraal-Afrika. Dat is net een weekje terug in Holland voor een kort verlof. Wie heeft hem gevonden? Die twee daar. Hij is de conservator van deze verstofte bedoelingen. En zij is een vrijwilliger voor 1, 2, 3 dagen. Goedemorgen. Mijn naam is de Kok met COCK, is mijn collega Vlader. Spater Christian, de conservator. En Elsie Kesseler, zijn assistenten. U heeft het slachtoffer vanochtend samengevonden? Nee, Elsie was hier het eerst. Toen ik om 7:15 hier kwam, toen zag ik haar bij het Pater Constantijn zitten. Meteen de politie gebeld. Ja, hij is gisteravond ongeveer om 9 uur vermoord. Wat deed hij nog zo laat? We waren bezig met het opschonen van de collectie. Er is een grote vracht nieuwe curiosa onderweg. U zegt we? Was u gisteravond aanwezig toen hij werd omgelegd? Het zou ons werk een stuk simpeler maken. Ik ben de laatste tijd niet zo wel. Ik lag al om 8 uur op cel. Op cel? De pater is blijkbaar wat vroeger naar zijn kamer gegaan. Nou, dan moet de pater niet we zeggen. De missionaris hier ook in de cel? Vanzelfsprekend. Hij logeerde hier altijd als hij in Nederland was. Mogen wij die even zien? Natuurlijk. Het lijkt erop alsof iemand iets heeft gezocht. En blijkbaar precies wist waar hij het kon vinden. Heeft u enig idee wat de missionaris ging bewaren? Ik begrijp niet wat u bedoelt. Een geheime bergplaats. En zo klassiek dat ik het bijna vergeten was. Oude koffer. Kan het niet gewoon een slijtage zijn, waardoor die voering gescheurd is? Hebt u misschien enig idee wie hier achter kan zitten? Nee. Ik moet over dit alles nog eens goed nadenken. Dit komt allemaal te plotseling. Nou, mocht u iets te binnen schieten, laat bijna weten. Ja. Mag ik nu gaan? Ik wil liever bij mijn spullen blijven, want de rechercheurs die gooien alles door de war. Laat het jij die koffer meteen onderzoeken. Wil je een beetje van de schrik bekomen? U werkt toch op hetzelfde bureau als commissaris Buitenveld? Ja, hij is daar zeer aanwezig. Wilt u hem de groeten doen? Oh, natuurlijk. U kent elkaar? Ja, we hebben vroeger met elkaar op school gezeten. Daar heb ik dierbare herinneringen aan. Waarschijnlijk is hij het al lang vergeten, maar ik nog niet. Ik zal de boodschap overbrengen. Dank. Over wie ging dat? Buitendam. Ze kenden we nog van vroeger. En daarna meteen het klooster ingegaan. Verbaast me niks. Nog iets wijzer geworden? We gaan niet blijkbaar met de kippen op stok. Of het zijn allemaal struisvogels. Niemand heeft iets gezien of gehoord. Waar kan ik de pio vinden? Pater Constantijn was een vroom en toegewijd man. Heel zijn leven stond in dienst van de missie. We zullen er vrede mee moeten hebben. God mogen me vergeven, maar ik hoop dat de dader zal branden in de hel. Meer dan ons best kunnen we niet doen. Heeft u enig idee in welke richting we moeten zoeken? Nee, als ik dat wist, had ik het al verteld. Pater Constantijn was nauwelijks in Nederland. Hij heeft de tijd niet gehad om vijanden te maken. Toch had iedereen. Denk eens goed na. De geringste aanwijzing kan van belang zijn. Het lijkt erop alsof iets is gestolen uit de koffer van Pater Constantijn. Kunt u daar iets mee? Nee, daar kan ik absoluut niets mee op dit moment. Zijn familie. Als hij hem nog heeft, waar kunnen we die bereiken? Hij heeft alleen nog een broer, Bertus Penning. Als het goed is, heb ik hier zijn adres waar u hem kunt bereiken. Dank u. Oh ja, denk er nog eens grondig na over die koffer. Bevatten, dat begrijpt u. Weet u wie het gedaan heeft? Had u veel contact met hem? Niet echt. De jongen zit al zijn hele leven in de bush, dat was zijn lust naar zijn leven.
Ik hielp hem alleen een beetje, financieel. Dat komt nog van vroeger. Hoe bedoelt u? Mijn vader steunde de orde al heel lang. U kent dat, streng gelovig. Dus de missie lag hem zeer nauw aan het hart. Wat was hij trots toen een van zijn zoons missionaris mocht worden. En uit respect heb ik na zijn dood zijn vrijgevigheid maar voortgezet. U was uw vader wat verschuldigd? Ik mag niet mopperen. Voorzitter van deze gerenommeerde club. Ik heb het familiebedrijf uitgebouwd tot een internationale firma. Die een woordje meespreekt. Wanneer heeft uw broer voor het laatst gezien? Wij hebben vorige week een hapje gegeten. Ter ere van zijn welverdiende vakantie. Ja, is er toen iets bijzonders opgevallen? Was hij anders dan normaal? Hij heeft me niks verteld over eventuele bedreigingen, als u dat bedoelt. Waarom zou hij bedreigd worden? Keine Ahnung. Het lijkt me alleen dat je eerst bedreigd moet worden voordat je vermoord wordt. Dat is wel de logische volgorde, maar dat hoeft niet altijd. Heeft de broer iets verteld over iets dat hij in zijn koffer verborgen hield? De deksel van zijn koffer was opengescheurd. Er is vermoedelijk iets uitgestolen en wij denken dat een en ander met elkaar in verband staat. Dus we praten hier waarschijnlijk over een roofmoord. Waar gaat het heen met de wereld? Meneer de Kok, ik neem aan dat u er alles aan zult doen om de moordenaar te vinden. Als mij nog iets er binnen schiet, dan weet ik u te vinden. Dat is de wederzijds. Zeg, wil jij eens in de financiën van het klooster duiken? Die dode missionaris aan een steenrijke broer. Deed er een beetje lacherig over, dat hij even af en toe wat toeschoof. Ik ben toch wel nieuwsgierig wat hij nou verstaat onder een beetje financieel helpen. Denken jullie dat die twee ruzie hadden om geld? Hebben we het hier over een broedermoord? We weten dat een moord meestal een hele triviale reden heeft. Het slijkt eraan. Of liefde. Ja, het gaat toch meestal om geld of om de liefde. Komt u ons de blijde boodschap brengen, kapelaan? Pater Christian, ik zou graag willen spreken met de heer de Kok. Zult u het toch over op moeten zoeken? Trap op, linksaf, einde van de gang. Daar zetelt onze almachtige. Zouden ze daar wel eens lachen in zo'n klooster? Er was een journaliste. Ze schreef een artikel over het klooster. En ik weet dat ze ook een paar keer met Pater Constantijn heeft gepraat. Vertel het maar. Ze maakte gebruik van een ruimte in de administratie. Daar deed ze ook haar interviews. Maar vanmorgen heeft ze ineens de boeltje bij elkaar gepakt en hals over kop vertrokken. Dat vond u verdacht? Nou, verdacht. Het klinkt wat politieachtig. Ik vond het gewoon raar. Volgens mij had ze haar artikel nog helemaal niet af. Waarom komt u dat eigenlijk vertellen? Meneer de Kok zei dat als mij iets te binnen schoot, dat ik dat meteen moest komen vertellen. Ja, dat is prima natuurlijk. Dat zien wij graag. Mensen die een beetje meedenken. Dus u zat te peinzen en ineens, poef, ik denk, hier klopt iets niet. Ja, is dat zo gek? Nou, er zijn gekkere dingen tussen hemel en aarde, zou ik maar zeggen. Maar ze is niet zo vaak van dichtbij, de echte klokkenluiders. Ja, het voelt inderdaad alsof ik iemand verraad. Uw collega maakt dat maar al te duidelijk. En dat is ook de reden waarom ik er in het begin niet over wilde vertellen. Want ik wil absoluut niet dat u denkt dat zij de moordenares is. Nee, maar u begrijpt wel dat wij uw verhaal gaan controleren. Is er misschien verder nog iets wat je ons eigenlijk niet had willen vertellen? Nee, ik denk dat ik u maar uw werk moet laten doen. Ik zal me er niet meer mee bemoeien. Het spijt me. Laat u zich nog niet te veel afschrikken door mijn collega. Als u nog wat heeft. Nee, ik heb niets meer. Goed, dan heb ik nog één vraagje puur voor de administratie. Hoe was uw verhouding met de missionaris? Het was een groot voorbeeld. En een vriend. Dank u. Dat is meer dan duidelijk. Kunt gaan. Het is gewoon geen natuurlijke handeling, iemand verraden. Behalve als je zelf iets te verbergen hebt, dus ik vertrouw die gozer niet. Ach, uitzonderlijk een bevestigde regel. Misschien probeer je die echt mee te denken. En hebben wij er maar dan. Of hij is gestuurd door de prior. Spelen ze samen onder een hoedje. Het lijkt me wel wat. Een duister complot in de krochten van een donker klooster. Journalisten teruggevonden in een ondergrondse vochtige kerken, overal ratten. En dat leidt dan uiteindelijk helemaal tot Rome. Ik heb het laatste boek gelezen. Nou, dat lijkt me sterk. Zeg, wil jij die journalist even opduikelen? En vragen of ze op audiëntie wil komen. Nadat ik vanmorgen van de dood van de missionaris op de hoogte was gesteld, heb ik meteen mijn spullen gepakt en ben naar huis gegaan. Ik had door een aantal gesprekken voor mijn artikel een vriendschappelijke band met hem ontwikkeld. Ik was aangeslagen. Nog steeds trouwens. Het lijkt me niet zo vreemd. En waar ging dat artikel over? De historie van de orde. Hun bestaan gaat eeuwen terug. Dat is heel interessant. Ja, nou, dat lijkt me ontzettend interessant. Hoe dat ging met de missie,
spiegeltjes en de kaaltjes. En een geschiedenis en zo. Volgens mij interesseert je geen ene moer. Je denkt alleen, lekker ding. Daar wil ik wel een keer mee aanpappen. Zullen we het even bij de zaak houden, mevrouw Binnense? Zeg maar, Helen. Ja, goed. Misschien kun je ons helpen. Jij bent waarschijnlijk een van de laatste die de missionaris nog gesproken heeft. Ja, dat zou best kunnen. Maar als u vraagt of ik iets wijzer kan maken, dan zeg ik nee. Dat is jammer. Maar ik ga het wel verder uitzoeken. Ik heb nu iets voor een echt interessant artikel. Ik wil net zoals u weten wie hierachter zit. Als je iets hebt dat belangrijk is voor het onderzoek, dan mag je dat niet achterhouden. Dat is strafbaar. Ik weet waar de grenzen liggen, rechercheur. Je was op de dag van de moord in het klooster. Heb je even toen nog gesproken? Pater Constantijn. Heel kort, hij was druk bezig. Is je toen iets aan hem opgevallen? Iets waarvan je achteraf denkt... Nee. En ik ben om 6:00 weggegaan. En is er iemand die dat kan bevestigen? De prior, denk ik. Toen ik de deur uitging, kwam hij binnen met iemand. Met wie? Geen idee, ik ken hem niet. Zakenman, grijs baardje, gezet, zo'n krijtstreep. Bertus. U kent hem. Het is de broer van de missionaris. Weet je ook wat hij kwam doen? Nee, waarom zou ik het moeten weten? Overigens wel een interessant gegeven. Maar dat ga je niet gebruiken voor je artikel. Zullen we afspreken dat als ik iets belangrijks vind, ik u zal waarschuwen en omgekeerd? Lijkt me een hele goede afspraak. Je laat je inpakken door haar charmes te kok. Ik zou maar uitkijken. Een gewaarschuwd man telt voor twee, Dick. Oh. Ik heb informatie over de koffer. Die voering was inderdaad gescheurd, maar er waren restsporen van beige garen. Dus dat wijst erop dat die scheuring daarvoor dichtgenaaid is geweest. Wat zei ik? Een bewaarplek. Helaas geen vingerafdrukken. En alles lijkt grondig schoongemaakt. Nou ja, daar komen we ook niet verder mee. Nou, de kans is in ieder geval groot dat de moordenaar ook je dief is. Het wapen was ook schoongeveegd. Maar de TR heeft wel een haar gevonden in de voering. En daar willen ze van alle betrokkenen een haar voor DNA-onderzoek. Ab, heb jij nog wat meer inzicht gekregen in de financiële situatie van het klooster? Nee, ik wacht op toestemming van de officier van justitie. Want de administrateur van die club die wil niet zo in zijn boeken laten kijken. Oh ja, en Peter zei... Naar buiten kan je wel spreken. Wat hoor ik de kok? Een moord in een klooster? Ja, waar gaat het met de wereld naartoe? Ziet u denken? Heb je al iets concreets? Nee, maar ze willen hun boekhouding niet laten bekijken zonder bevel van de officier. En dat wijst er misschien op dat ze toch iets te verbergen hebben. Klinkt plausibel. Ik bel even de officier. Oh ja, ik moet u de hartelijke groeten doen van Elsie Kesseler. Heeft zij iets met die zaak te maken? Nou, dat hoop ik niet. Ze werkt daar als vrijwilliger 3 dagen in de week. Ze had dierbare herinneringen aan u. Ja, daaruit de kok. Iets met schooltijd? Ja, daaruit de kok. U bent op de avond van de moord om ongeveer 6:00 in het klooster gezien met Bertus Penning. Wie zegt dat? U ontkent het? U gaf bij ons eerste gesprek niet bepaald de indruk dat u de heer Penning goed kent. U hebt het mij ook niet gevraagd. We zien elkaar hooguit een paar keer per jaar. En dat was toevallig eergisteravond. Dat was toevallig eergisteravond. Ik geloof niet in toeval. Wat kwam de heer Penning hier doen? Wij hadden een afspraak. 2 maal per jaar praat ik hem bij over de missie. En die afspraak was precies op de avond van de moord. Wat wilt u toch? Wilt u soms mijn agenda zien? Die afspraak was een paar maanden van tevoren gemaakt. Pater Constantijn is om 9:00 vermoord. U bevestigt dat u dat tijdstip in het klooster aanwezig was? Nee. Ik was met de heer Penning meegegaan. Hij had mij uitgenodigd na de bespreking voor een etentje op zijn sociëteit. Klinkt als een schitterend alibi. U heeft er vast geen bezwaar tegen als u om een haar vragen. DNA, om wat dingetjes uit te sluiten. DNA? Het is alleen maar voor de zekerheid. Ja, en dan zou ik graag van u willen weten waarom uw administrateur zo moeilijk doet over het inkijken van de boeken. Gedoe over toestemming van de officier van justitie. Is dat zo? Ik weet van niets. Maar ik zal er onmiddellijk induiken, meneer de kok. Heeft u die avond uw broer nog gesproken? Nee, niet gesproken, nee. Ik ben na de vergadering meteen naar de sociëteit gegaan. Ach, met wie? Is dat belangrijk? Met die Penning. Oké, met de prior. Die hebben getrakteerd op het dinertje. Drankje, goede sigaar. En we hebben hier de verdere avond doorgebracht. Ja, die man wil er ook wel eens uit. Hè? Kunnen jullie je wel voorstellen. En natuurlijk genoeg getuigen die kunnen bevestigen dat u hier beide aanwezig was. Dat lijkt me wel, ja. Wat bedoel je daar eigenlijk mee? Nou, we willen zo snel mogelijk een aantal verdachten uitsluiten, meneer Penning. Pardon? Ben ik verdacht? Ik neem aan dat u een grapje maakt. Ik wil graag een haar van u hebben voor een DNA-test. Wat u wilt.
Ik heb niks te verbergen. Ze zeggen allebei precies hetzelfde. Ik denk dat Bertus Penning en de prior elkaar constant op de hoogte houden. Ja, het zou best kunnen, ze elkaar dikken. Die Bertus is aangelat. Geen speel tussen te krijgen. We hebben de boeken van het klooster doorgekeken. Ze waren opeens heel bereidwillig. Het was nogal verrassend. Het gaat niet om een fooitje. Zonder de donaties van Bertus Penning kan de orde wel inpakken. Het gaat om tonnen. Meteen maar terug naar vriend Bertus. Daar loop ik niet mee te koop. Tegenover niemand. Moet ik gaan pronken met wat ik allemaal van de kloosterorde doe? Hoop ze. Het zijn wel hele forse bedragen. Voor u misschien, rechercheur, maar voor mij niet. Dan zou ik het 3-dubbele willen geven. Echt geen probleem, hoor. Goed, ik zal open kaart spelen. En anders komen er toch maar verhalen in de wereld. Mijn broer en ik hebben vorige week een lichte aanvaring gehad. Ik zit in de internationale houthandel, dus ook in Afrika. En omdat mijn broer daar ook zit, bemiddelde hij wel eens voor ons. Hij had goede contacten met de lokale overheden daar. En waar bemiddelt hij dan zoal in? Houtkapconcessies voornamelijk. Die zijn heel belangrijk. Maar helaas zijn er recentelijk een paar afgeketst. En dat is heel vervelend. En daar hebben wij toen een gesprek over gehad. Dus Evert leverde zo nu en dan hand- en spandiensten voor de firma? Niet meer dan logisch, hè? U weet inmiddels wat ik voor zijn missiepost en de kloosterorde doe. Een beetje voor wat hoort, wat lijkt me normaal. Dat vond Evert ook? Absoluut. En de prior, weet hij hiervan? Ja, natuurlijk. Hij zal u precies hetzelfde zeggen. Wat moest mevrouw Berendsen, die journaliste, bij u? Die mevrouw die wierp zich op als een bekende van mijn broer. Zat een beetje te vroeten. Journalisten die voor een politietje gaan spelen. Daar word ik echt niet vrolijk van. Wat wilden ze weten? Ze zat een beetje te vissen of ik ruzie had met Evert. Ja, waar moet je zich mee? Had u ruzie? Dat heb ik u al gezegd. Nee, ik had geen ruzie. Ik heb het gevoel dat er mensen zijn die de zaak hier een beetje proberen op te blazen. Zoals wie? Zodra ik erachter kom, bent u de eerste, meneer de Kok. Ga jij nog eens met Appie langs die prior? Waarom? Eens kijken of iets vanavond met is weer foutloos bevestigd. Wat ga jij doen? Ik geef wel langs de journalisten. Dan doe je natuurlijk liever in je eentje. Rapjas. Die papegaai daar alles weer keurig naar. Als de prior en Bertus niet een direct lijntje hebben, dan eet ik de hoed van de kok op. Dat is moeilijk te bewijzen, Dick. Nee, ze hebben met die moord te maken. Ik vind het steeds interessanter worden wat er in die koffer zat. Daar zit volgens mij de crux. Ja. Die heb ik net nodig. Wat voor papieren zaten er nou eigenlijk in de koffer van de missionaris? Papieren? Ja. En Vauvins past er niet in. Geen idee, ik heb ze niet gelezen. Dus er zaten wel papieren in? Nee. Nee, ik weet het niet. U probeert mij dingen in de mond te leggen. Jij probeert iets te verbergen. En zegt niks omdat je de prior in bescherming moet nemen. Waar heeft u het over? Ja, misschien wel niet. Misschien heb je hem zelf al omgelegd. Dat lijkt me heel onverstandig, Dick. Dit was genoeg buiten het boekje. Nou ja, nooit geschoten, altijd mis. En daarbij, het kan nooit kwaad om een beetje opschudding te veroorzaken. Laten we even niet zo formeel doen. Ik ben even niet van de politie. En jij bent even niet van de krant. Dat praat wat makkelijk, vind je niet? Ja. Hoe kom je erbij dat Bertus Penning ruzie had met zijn broer? Elsie Kesseler heeft me dat vanmorgen verteld. En ze zei dat Evert had gezegd dat hij niet voor vakantie was gekomen. En dat zijn broer wel wist waarom. Verder weidde hij er niet over uit, maar dat lijkt op een conflict. En heb jij uit je gesprek met Evert iets opgevangen waarvan je achteraf dingen? Nou, hij zei vorige week dat ik hem misschien binnenkort kon helpen. Hij had een onderwerp voor me wat ik zeker spannend zou vinden. En toen ik vroeg waar het over ging, toen zei hij dat ik dat vanzelf zou merken. Ja, ik sloeg er toen iets wel acht op, maar nu denk ik dat het met zijn dood te maken heeft. Hoezo? Er waren volgens Bertus houtkapconcessies afgeketst. Ik denk dat Bertus toen illegaal is gaan kappen. En daar wilde Evert hem over aanpakken. Zoiets. Klinkt aardig. Maar waarom zou Eva daarover ruzie zoeken? Met de kans dat Bertus uit kwaadheid zijn donaties aan de missie zou intrekken. Ja, toch zit het in die richting. Ik ga even wat verre telefoontjes plegen. En als je iets vindt, dan hoor ik het. En als jij iets vindt, hoor ik het dan ook? Oh ja, ik heb een haar van jou nodig. Waarom? De TR wil van elke betrokkenen een haar voor het DNA-onderzoek. Formaliteit. Je hebt het recht om te weigeren. Maar dan moet ik insluiten op verdenking van moord. Zie dan maar op. Je moet de belletjes doen. Ja. He,
Hebben jullie al wat op het alibi van Bertens in de prior? Gaat wat moeizaam. Zoals je begrijpt zijn die sociëteitsleden niet echt spraakzaam. En de meeste lijden aan acuut geheugenverlies. Ik wil dat jullie in de houthandel van Bertens duiken. Bij hem zul je niet veel wijzer worden, maar ja, gaan we met vis in de buurt. Dat wordt dan de concurrentie, hè? Die is altijd het meest spraakzaam. Ja, en het meest onbetrouwbaar. Maar ook is het vuur. Ja. Zullen wij dan die pater Christiaans even flink gaan roosteren? Die man maakt op mij een verdachte indruk. Volgens mij wist je dat de papieren in de koffer van pater Constantijn zaten. Dat maakt je verdacht. Wil je nog een keer ontkennen? Meneer de Kok, uw collega probeerde mij dingen in de mond te leggen. Hij heeft bedacht dat ik iets vreselijks gedaan heb en probeert er alles aan te doen om dat te bewijzen. Waarom? Nou, wij gaan ervan uit dat diegene die de papieren uit de koffer heeft gestolen ook de moordenaar is. Maar ik weet van geen papieren. Dat is nu precies wat ik u zeg. Als u het dan niet gedaan heeft, wie dan wel? Ik wil niet weer als een verrader overkomen. Ik denk dat het die journalist is. Ze hebben een familieband. Pater Constantijn is de vader. Waarom komt u daar nu pas mee? Ik wilde het op het bureau al zeggen, maar u wil mij tegen, omdat u dacht dat ik een klokkenhuil was. Weet u nog? Dat vind ik nu weer. Maar ik dacht dat u er inmiddels zelf van achter gekomen zou zijn. Blijkbaar niet. Nou, het lijkt me dan niet direct een motief voor moord. Ze is de enige die ik kan bedenken. U leeft hier eigenlijk ook zo'n klein beetje in Afrika, hè? Maar dan in Nederland. Had u het zelf graag naar de missie gewild? Multi sunt vocati, pauci vero electi. Matthäus 22, vers 14. Oh ja, waar is die assistent van u? Die werkt niet vandaag. Hoezo? Nee, zomaar. Dus als de pater gelijk heeft, dan zou jouw vriendin zomaar een motief kunnen hebben. Hoezo? Ja. Teruggevonden vader wijst dochter af. Die grote teleurstelling leidt tot moord. Nou, dat lijkt me sterk. Vader Christian doet mij al te slim zijn best om haar de schulden in de schoenen te schuiven, hoor. Wat zei hij eigenlijk? Multi sunt vocati, pauci vero electi. Luid ik op. Ik spreek je Latijns. Latijn. Velen zijn geroepen, weinig uitverkoren. Nou, dat komt goed uit. Ik zocht u wel. Pater Christian zei dat u het zelf maar uit moest vinden, hè? Dat u het niet zo zag zitten met hulp van buitenaf. Het zat me toch niet lekker. Toen heb ik Helen gebeld. Die zei dat ik het u moest vertellen. Op de avond van de moord heb ik Bertus Penning gezien. Hij ging de kamer van zijn broer in. Ik hoorde een hoop geschreeuw. Toen ben ik snel doorgelopen. Maar ik weet zeker dat ze bonje hadden. Ik hoop dat u er iets aan heeft. Nou, dat is kort maar krachtig. Dank u wel. Oh ja, ik heb het hartelijk goed aan commissaris Buitenham gedaan. Hij was u niet vergeten. Dat was meer dan duidelijk. Leuke dingen gebeurd vroeger? Els. Zo. Elsie. Els. Aangenaam genoot. Loopt u even mee, Wes, wat deze zaak tot op de bodem uitzoeken. Ik citeer. Gaat over lijken, zo corrupt als de pest, maar nauwelijks te bewijzen. Kat ongetwijfeld illegaal, maar de lokale autoriteiten kijken blijkbaar de andere kant om. Kortom, Bert de Spenning lijkt een boef eerste klas. Ja, misschien nog wel belangrijker. We hebben uiteindelijk bevestigd gekregen wat we al dachten. Bertus Penning en de prior waren niet om 9:00, maar pas om 22:30 gesignaleerd in de sociëteit. Dus ja, een flink tijd gaat in het alibi. Ja. Mag ik even verder komen? Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Ga zitten. We hebben een hele belangrijke vraag voor je. Laat ik dan wel even wachten, Dick. Ben je iets wijzer geworden? Ja. Ik heb een collega gesproken uit de regio en wat blijkt? Het bedrijf van Bertus Penning staat op het punt een nieuwe spoorlijn aan te leggen voor een snellere houtafvoer. Daar zijn vergunningen voor nodig. Het blijkt dat Evert Penning daar ter plaatse hevig tegen heeft geprotesteerd, maar dat de kloosterorde vanuit Nederland toch een akkoord heeft gegeven. Ik begrijp niet waarom een Nederlandse kloosterorde toestemming zou moeten geven voor een Afrikaanse spoorlijn. Wel als voor die spoorlijn de missiepost en de daarbij behorende infrastructuur moet wijken. En het is geen merkling treintje. Het gaat over grote bulldozers die alles met de grond gelijk maken. Dus daarom is Evert teruggekomen naar Nederland? Kan bijna niet anders. Ik denk dat we hier nog wat mee kunnen. Bedankt. Precies. Haal jullie bij de spanning en de prio maar op. Je hebt heel wat uit te leggen. Dit had ik nooit gedacht, de kok. Ja, zij was mijn eerste liefde. En het mag dan nog zo lang geleden zijn. Toch doet het je wat.
U heeft beide heel grote belangen. U, uw houthandel. En prior van Heilbron, het voorbestaan van zijn orde. U speelde samen om Leenhoed. Het heeft geen zin om dat te ontkennen. U heeft er gewoon alles voor over om uw zieltogende orde financieel op de been te houden. Uw broer was woedend. En daarom kwam je hals over kom naar Nederland. Is toch begrijpelijk? Vindt u? Ik zou zeggen, je bek niet in de hand, je voet. Het is wel heel erg cynisch, hè, meneer Penning? Uw broer had documenten verzameld ten nadele van u. En daarmee wilde hij u onder druk zetten. U weet er wat van? Toevallig wel. We hebben een betrouwbaar contact in de regio gevonden. Corruptie. Illegale houtkap. Er valt niks te bewijzen. Zou ik niet er zeker van zijn? Uw broer dreigde die documenten openbaar te maken. Als u niet zou stoppen met uw plannen voor die spoorbaan. Daar heeft u die avond van de moord ruzie met hem over gehad. En is een getuige. U bent gezien. Oké. Ik heb hem toen gesproken. Geen land meer te bezeilen. En inderdaad, dreigen met die papieren. Ik heb toen het gesprek afgebroken en ben teruggegaan naar de prior. Bertus kwam behoorlijk kwaad bij mij terug. En hij zit u onder druk. Ik moest zijn broer op andere gedachten brengen. Ja, want anders zou Bertus de geldkaan dichtdraaien en de orde naar de verdoemenis helpen. Zo heeft hij dat niet gezegd. Maar daar kwam het wel op neer. Toen bent u naar Pater Constantijn gegaan? Nee. Ik vond het beter om te wachten tot de volgende dag. Dat was te laat. Ik denk dat u wel naar hem toe bent gegaan. En misschien zelfs wel met Bertus. En dat jullie hem vermoord hebben. En daarna de papieren uit zijn koffer hebben gehaald. Dat zou ik nooit kunnen. Er waren grote problemen. Dat geef ik toe. Maar moord is nooit de oplossing. Mijn eigen broer. Die zou ik toch nooit vermoorden. Luister, ik had al een bedrag in mijn hoofd waarvoor hij uiteindelijk zou zwichten. Ja, daar heeft hij nu niet veel meer aan, hè? Ja, hoe zit het met de tijd gehad in uw beide alibi? Tijd gehad? Waar was u tussen 9:30 en 10:30? U was toen niet op de sociëteit. Op weg naar de sociëteit hebben we nog wat gedronken. Een kroegje ergens in het centrum. Een naam graag, prior? Die moet ik u helaas schuldig blijven. Ja, weet u dat tentje ook weer? Oh ja, de drie ezeltjes. Zit op de Gelderse Kade. Dat zullen we natrekken. En als het niet klopt, bent u gearresteerd. Het klopt als een zwerende vinger, meneer de Kok. Als het alibi niet klopt, dan zijn ze eraan, Dick. Als het wel klopt? Ja, dan heeft Pater Christiaan misschien toch gelijk met Helm. Allemaal op. Ik begrijp eerlijk gezegd niet zo goed wat ik hier doe. We moeten alles op een rijtje zetten. Klopt dat jij een familieband hebt met een slachtoffer? Evert Penning was jouw vader. Dat kan niet. Wat bedoel je? Ik bedoel dat... Jij bedoelt dat niemand dat kan weten. Dat dacht je. Maar de muren hebben oren, Helen. Ook in een klooster. Ik heb het aan niemand verteld. Ook niet aan Evert Penning, de avond van de moord. Vertel maar. Ja. Ik ben die avond bij me geweest. Toen ik 21 werd, vertelden mijn ouders mij dat ik geadopteerd was. Ik was waarschijnlijk een buitenechtelijk kind. Zo ging dat vroeger in de gelovige kringen. Een dienstmeisje raakte per ongeluk zwanger. En om een schandaal te vermijden, werd ze met bemiddeling van de klerus naar een nonnenklooster gebracht. Om daar te bevallen en afstand te doen. Jarenlang heb ik alles nageploosd om te weten te komen in welk klooster ik geboren was. Toen ik het gevonden had, werd mij verteld dat mijn moeder lang geleden was overleden. Ja, ze hadden de naam nog, maar die mochten ze niet geven. Ook niet die van mijn vader. En daar liep het spoor dood. Totdat ik ontdekte wie de man was door wie mijn moeder naar het klooster was afgeleverd. Ja, Pater Constantijn. En hij is vlak daarna als missionaris naar Afrika vertrokken en dat vond ik al vreemd. En toen ik erachter kwam dat de orde vanaf dat moment door zijn familie financieel werd ondersteund, werd dat voor mij duidelijk. Ik dacht, zie je? Zwijgeld. Mantel der liefde. Het kon voor mij niet anders. Pater Constantijn moest mijn vader zijn. Op die gruwelijke avond heb ik hem verteld dat ik zijn dochter was. Maar hij ontkende en hij reageerde heel heftig. Hij was opgefokt. Hij was mijn vader niet. En hij zei dat ik weg moest gaan om nooit meer terug te komen. Je kunt gaan. De Kok, ik denk... Ze kan gaan, Dick. Ik weet het niet, de Kok. Ik vind haar ook heel erg leuk, maar ik heb toch mijn twijfels bij Helen. Ik weet zeker dat ze het niet gedaan heeft. Dan blijven we zitten met Bertus en de prior.
Daar lijkt het op. Het is lekker hemd, Louis. Een beetje pijn in mijn ogen, maar... De gustibus non est disputendum. Wijsheidje van mevrouw. Zo, wat zegt hij? Over smaak valt niet te twisten. De gustibus non. We hebben bijna iemand over het hoofd te zien, Dick. Multi sum vocati, vauci vero electi. Hij heeft het wel zelf gezegd. Velen zijn geroepen, weinig uitverkoren. Ja, ik voelde me geroepen. Maar de keuze viel op pater Constantijn. Die moet naar de missie. En u heeft het nooit kunnen begrijpen. U moet altijd in uw achterhoofd gedacht hebben dat iets niet klopte. Maar u bouwde hier uw eigen kleine Afrika. Daarin vlucht u weg. Dat verzacht u verdriet. Ik heb vrede met het leven dat ik leid. 30 jaar is toch geen aanleiding meer tot moord. Tot een paar dagen geleden. Op die avond. Toen eindelijk de waarheid boven tafel kwam. Ik wil weg. Mag ik alstublieft weg? Nee, pater Christian. U mag niet weg. Ik moet u insluiten van de moord op pater Constantijn. U heeft u zelf verraden. In uw poging om de schuld van de moord in de schoenen van Helen Berendsen te schuiven. Zij vertelde mij dat niemand wist dat pater Constantijn haar vader was. Maar u kwam het mij vertellen. En dat betekent maar één ding. U moet op de avond van de moord het gesprek tussen Helen en pater Constantijn gehoord hebben. En dat was, bij al uw frustraties, de druppel die de emmer deed overlopen. Ik heb het niet gedaan. Ik ben ik weet niet wat er gebeurde. De betaling door uw familie. Hals over kop naar Afrika. Zeg alsjeblieft dat het zo is. Ik beloof dat ik het nooit aan iemand doorvertel. Dat zweer ik. Als ik het voor mezelf maar weet. Ik ben je vader niet. Ga weg, ik wil dat je me met rust laat. Wat doe jij hier? Ik heb alles gehoord. En is het beste dat je alles vergeet? Jij hebt het celibaat geschonden. En daar ben je nog voor beloond ook. Geloof dat kind toch niet? Altijd geweten dat er iets niet in orde was. Maar nu weet ik hoe het zit. Wat bedoel je? Jij bent gekozen voor de missie. Omdat je vader de orde geld betaalt. Jij moest weg. Hou op, Christian. Ik heb belangrijke zaken in mijn hoofd. Dat begrijp ik. Ervoor zorgen dat er niemand achterkomt dat je een dochter hebt. Het is mijn dochter niet. Ik geloof je niet. Ik ga het bekendmaken. Jij wordt uit de orde gezet. Hou op! Je fantasie slaat op hol. Nee! Ik heb het met mijn eigen oren gehoord. Alea jacta est! Rustig. Je draaft door. Net als die journalisten. Het is allemaal niet waar. Licht, het is wel waar. Het is wel waar. Ik wil dat jij zegt dat het waar is. Hoe graag ik het ook voor jou zou willen. Het is niet. Evert was niet meteen dood, maar heeft pater Christian zijn daad nog kunnen vergeven. En hem opgedragen de missiepost redden door Bertus en de prior te confronteren met die belastende papieren. Ik denk dat pater Christian er voorlopig geen tijd voor heeft. Is dat wat voor jou? Van een vrachtwagen gevallen. Jouw DNA is vergeleken met dat van pater Constantijn. Hij was niet je vader. Ik ga verder zoeken. Ik heb ooit bijna een dochter gehad. 30 jaar geleden. Net zo oud als jij nu bent. We hadden haar geadopteerd. Een vondeling. Achtergelaten in een nonnenklooster. Ja, dat is toevallig, hè? Maar op het laatste moment ging het niet door. Ze is gestorven door de wiegedood. We hebben daarna nooit meer een adoptie overwogen. Als ik hem ooit vind, hoop ik dat hij op jou lijkt. Dus als het pater Christian gelukt was om... Bertus en de prior te chanteren met die papieren. Dan had hij na 30 jaar wachten misschien toch nog zijn ideaal bereikt. Uitstelling aan de missie. Ja. En eerlijk gezegd denk ik dat pater Christian daar veel goeds hebben gedaan.
Maar we zullen het nooit weten. Want jij hield hem tegen. Ja, ik kon hem moeilijk laten gaan. Het oplossen van moord is nu eenmaal mijn missie.